Yo, van nou Ibra, wat vind je van deze vrijdag 21 juli met nieuw vleugje van Remco Oranje over de Tour de France. Nou, dit gaan we zo weer verder. Remco van Oranje, zie je de hele zomer lang met de Tour de France en de WK. Wat vast leuk. Hey! Ja, mensen, wel voor een aflevering van deze 21 juli met een nieuwe aflevering van Remco zijn Oranje. Jazeker. Met een aflevering van de Tour de France. Jazeker. En ja, hoe gaan we die erin? Een beetje de Tour volgt op, juist niet. Dat kan altijd. Veel mensen volgen de Tour. Zo bijvoorbeeld gisteren. Nee, eergisteren, want ik neem het op donderdagavond 20 juli. Dus ja. Zag ik dat de kijkcijfers. Ik moet het zelfs opzoeken. Klein vakje. Woensdag 19 juli zag ik dat de Tour de France werd gekeken door 826.000 kijkers. 2 miljoen keken tot het einde na. Ja. De avond etappe werd ook door 1 miljoen mensen gekeken woensdagavond. Dus het zijn mooie bedragen en ja, leuk om te zien. Maar de Tour de France, ja, hoe gaat het ermee? Ja, ja. Gisteren had Nederland bijna een punt gewonnen. Ik merk dat Nederland langzamerhand steeds wat agressiever wordt. Dat ze steeds wat meer willen winnen. Ja, logisch natuurlijk. Want ja, ze staan soms wel ver achter in de pool. Ja, in, bij, namelijk bij vandaag bij etappe 18. Nee, dat was gisteren. Was Eekhoorn, P. Eekhoorn, was tweede geworden. Ja. En Bol was zesde. En Asgreen was eerste geworden. Dus net niet een Nederlander. Het scheelde waarschijnlijk dit. Ik heb het niet gezien. Ik volg het laatste tijd niet heel veel meer. Want ja, ik weet het, je weet het op een gegeven moment wel. Maar ik blijf toch wel ja, boeiend vinden. Ja. Ja. Hoe staat het in de standen? Dat willen mensen natuurlijk weten. Hoe staat het in de standen tot en met Parijs? Ja, Vingegaard staat natuurlijk bovenaan. En daarna op Poggia, algemeen klassement. Kelderman, ja, 18e. Poels ook 28e. En de puntenklassement zat Philipsen, eerste. En Mills, vijfde. Poggia, vierde. Pedersen, tweede. Groenewegen, negende. De Bollingstrui, bergklassement. Staat Sinson. Voor mij is dat hetzelfde als wanneer ik de vorige aflevering ook had. Woensdag voor mij was dat. Dat was deze aantal ook zo. Poggia staat vijfde. Johannessen zevende. Poels twaalfde. Kelderman ook 24e. De jongere klassement is Poggia de eerste. Ja, waarschijnlijk is het gewoon hetzelfde als de afgelopen dagen. Jammer. Maar wat staat ons de komende tijd te wachten? Nou, de komende tijd, wat is te zien op televisie en waar moeten wij, ja, sowieso naar kijken voor de komende etappes? Nou, morgen wordt deze etappe gefietst. We zien een berg, hier een berg, Belfort tot de Markestein Forensing, een van de twee. En die dag daarna is het de beurt aan Parijs. Saint-Couvert-Yvelines, dat Parijs Champion Michelin. Frans is niet mijn beste taal, dat merk ik wel. Ja. Maar verder heb ik niet te veel te melden. Ik hoop dat Nederland gaat winnen misschien in de Tour. Zou wel mooi zijn, maar Parijs, ja. Ik moet heel vaak rondjes om die, ja, ik weet niet hoe dat ding heet daar. doe het ook niet toe. Bedankt voor het kijken en laten we hopen dat Nederland gaat winnen. Ja. Morgen zijn we nieuw proberen voor Remco Oranje. Dan het WK voetbal voor komende. Ja, die avond, zaterdagochtend. Om 9 uur in de ochtend gaat Nederland voetballen. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Remco Oranje. Zie je de hele zomer lang. Met de Tour de France en de WK. Wat vast leuk. Hey.